Goedenavond, dames en heren. De voorzitter van de Senaatscommissie die de Iran-affaire onderzoekt, denkt niet dat de zaak zal leiden tot het opstappen van president Reagan. Volgens senator Inouye is uit de getuigenverklaringen tot nu toe niet gebleken dat Reagan volledig op de hoogte was van de zaak. Het gaat vooral om de vraag of Reagan wist dat het geld van de wapenleveranties aan Iran werd gebruikt om de Contras in Nicaragua te steunen. Ook het verhoor van sleutelgetuige Oliver North heeft daar geen antwoord op gegeven. Inouye hoopt dat Poindexter, de volgende kroongetuige en de vroegere veiligheidsadviseur, wel kan vertellen wat de president nu precies wist. Intussen heeft vicepresident Bush laten weten dat hij, hoe dan ook, niet voor de onderzoekscommissie wil verschijnen. Bush is nog niet opgeroepen, maar zijn naam is wel ter sprake gekomen. Een medewerker van North heeft namelijk gezegd dat Bush toch op een of andere manier moet zijn geïnformeerd over de bestemming van het wapengeld. Suriname overweegt amnestie te verlenen aan bosnegers die hebben meegevochten met het junglecommando van Brunswijk, maar die daarmee willen ophouden. Dit heeft majoor Laurens Nede gezegd in Paramaribo. Daar werd ook gezegd dat de weg van Paramaribo naar Albina nu weer helemaal in handen is van het nationale leger. Maar het herstel van de weg zal nog wel enige tijd duren. In Oost-Suriname wordt nog steeds gevochten. De afgelopen dagen zijn daar 3 blanke huurlingen gedood, zei een woordvoerder van het nationale leger. Een legerwagen voerde donderdag bij het mortuarium van het academisch ziekenhuis in Paramaribo de lijken aan van 2 huurlingen. Volgens het Surinaamse persbureau is een van hen een 20-jarige Franse militair van het Vreemdelingenlegioen. Zijn identiteit zou zijn vastgesteld aan de hand van zijn militaire paspoort. De Franse zaakgelastigde in Paramaribo heeft de 2 lijken gezien. Als het Fransen zijn, hebben ze uit eigen initiatief gevochten bij het junglecommando. Al dus de zaakgelastigde. Major Emile Cairo van het Nationale Leger stond in het ziekenhuis de pers te woord. Vijandelijke elementen zijn in een treffen met het Nationale Leger gevallen in het oostelijk kamp van het land. Kunt u het gebied precies aanduiden waar de gevechten plaatsvonden en waar die 2 blanken zijn omgekomen? De exacte locatie kan ik u op dit moment niet geven, omdat de acties nog gaande zijn. Kunt u aangeven wanneer het gevecht heeft plaatsgevonden? Het gevecht heeft in de afgelopen 48 uur plaatsgehad. Het wordt wel eens de bloedigste en meest zinloze veldslag uit de geschiedenis genoemd. Passendalen 1917. Precies 70 jaar geleden begon de strijd tussen Britse en Duitse troepen om dit Belgische dorp. Er sneuvelden 500.000 man en de slag eindigde onbeslist. Britten en Belgen herdachten deze droeve mijlpaal uit de Eerste Wereldoorlog. Vanmorgen werd op de Britse militaire begraafplaats Tynecot in Passendalen de veldslag herdacht die daar woedde van juli tot november 1917. In het bijzijn van prinses Alice, de hertogin van Gloucester, en kroonprins Philip werd een ecumenische dienst gehouden. 70 jaar na de verschrikkelijke veldslag waren nog enige deelnemers aanwezig. Ze werden door de prinses en de prins gegroet. In de 100 dagen dat de strijd duurde, verloren ongeveer 500.000 mensen het leven. Terreinwinst voor de Britten 8 kilometer. Vervolgens begaf het hoge gezelschap zich naar de Menenpoort in Ypres, die in 1927 werd opgericht ter ere van de 55.000 Britse en Commonwealth gesneuvelden wier lichamen nooit zijn teruggevonden. Ook hier legden prinses Alice en prins Philip een krans neer. Elke avond bij zonsondergang wordt het verkeer door het monument stilgelegd. Ieperse brandweermannen blazen er dan de last post. Het weer, vannacht in het noorden en midden van het land enkele wolkenvelden, maar vrijwel overal droog. Overdag zonnig en middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 25 graden in het oosten. Dit was het laatste journaal van deze zondag. Dames en heren, goeienacht.